Hallo allemaal en welkom terug bij alweer het laatste filmpje van de tekenchallenge. Wat hebben jullie het allemaal super goed gedaan? Frits tekende deze tekening voor het tekenen van een alien. Anke tekende deze tekening voor het tekenen van een oceaan met dieren. Natasja tekende deze tekening voor het tekenen van je lievelingssnoep. En Willeke tekende deze tekening voor het tekenen van je slaapkamer. Nou jongens, daar zijn we met de laatste tekenchallenge vlog. Er zijn weer hartstikke leuke tekeningen binnengekomen. Ik heb hier 3 voorbeelden. Eentje van Jeffrey. Eentje van Saskia. En eentje van Mark. Wat leuk gedaan. En wat ziet het er weer leuk uit om al die tekeningen te bekijken. Maar er is natuurlijk ook één winnaar van de hele tekenchallenge. En dat is... Sanne. Sanne is de winnaar van de tekenchallenge met deze tekening. Wat leuk gedaan, wat een mooie tekening. En je hebt natuurlijk ook wat gewonnen, want jouw tekening komt in een expositie gehangen. En je krijgt ook nog een lunch bij Op de Deur. Gefeliciteerd en geniet ervan. Dit was dan alweer het laatste filmpje van de tekenchallenge. Hou vooral dit kanaal goed in de gaten voor andere leuke filmpjes en vlogs. En wie weet zien jullie ons nog een keertje terug op dit kanaal. Doei! Jongens, ik wil jullie bedanken. Jullie hebben zo goed meegedaan met de tekenchallenge. We hebben zoveel leuke tekeningen binnengekregen. Hartstikke leuk. En bedankt voor alles. Doei doei!